Mats, welkom bij XC. Je zag vandaag denk ik heel veel bekenden. Ja, dankjewel allereerst. Ja, wel wat bekenden gezien, ja, dus is altijd leuk. Het ging denk ik heel snel, hè? Van Fortuna naar RKC. Ja, uiteindelijk was het voor mij al wel duidelijk dat ik zou gaan vertrekken bij Fortuna. En ja, gelukkig heb ik het snel rondgekregen met RKC inderdaad. Want wat is de beweegreden om naar RKC toe te komen? Ja, ten allereerste gewoon de trainers, de groep, hoe de groep in elkaar steekt, de jongens die ik daarvan ken en de geluiden die ik daarvan heb gehoord. En ook gewoon de manier van spelen, vanuit de bal spelen en aanvallend voetbal. En ja, dus gewoon plezier in het voetbal hebben, dat zijn de grootste redenen geweest. Want wat voor type speler ben je? Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje kent, denk ik. Maar ja, vooral gewoon een aanvallende voetballer die graag de bal wil hebben en mooie dingen wil laten zien. Liever op de 9 of op de 10 plek? Dat maakt mij niet zoveel uit. Dit is natuurlijk een ander systeem dan dat ik bij Fortuna gewend was. Maar ja, een van de twee spitsen of daarachter en eventueel met 4-3-3 aan de zijkant. Met mij kan je veel kanten op. Vanochtend vroeg aangekomen. Wat is je eerste indruk van de selectie? Ja, die ik al had natuurlijk. Gewoon fijne gasten. De trainer ook gesproken hoe ze hier willen werken. En dat zag je vandaag ook. Werd hard getraind. En het zag er goed uit. Dus ja, ik kan niet wachten tot ik helemaal kan aansluiten.